Goedemiddag dames. Goedemiddag. En hoe loopt het? Nou ja, het loopt door. Ja? Ja, ja, het loopt heel goed eigenlijk. Ja. Best wel. Oh. Veel Duitsers ook. Ja? Ja. Ja, dat komt elk jaar meer. Ja, ieder jaar. Ja. Ja. En dan gaat het verder hier schuin aan de overkant bij de oude apotheek. Daar zet zo'n oranje vlag. Ja. 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 Waar alles hebben, komt de kip. Hè. Ja, het begint elk jaar wel weer te lopen. Ik denk dat wij het al 50 zeggen. Ja, je hebt er twee. Ja, ik heb er maar één hoor. Eén is wel genoeg hoor. Hier binnenin zit hier volgende. Dus nummer 2 en dan draait het zo rond. En alle adressen zie je zo'n oranje. Stikken in het kleine geld. Oké. Okay. 5. En 15. Ja, 5. Ja. Ik snap het. Maar eigenlijk is daar weinig belangstelling voor. Vorige keer nog, hè? Kunstenaars zitten hier, of? Nee, dit zijn aankomende kunstenaars. Ja. Ja. En die zijn helemaal gekomen ja. Uit het westen des lands. Okay. Om hier de kunstroute te bezoeken. Ja. Ja. Ja, echt waar. Inspiratie op te doen. Inspiratie op te doen. Nee, ik heb jullie wel eens verteld met de carnaval. Vanwege het verwachte slechte weer. Oké, we staan hier in Oude Toorn. Eerste keer dat de Oude Toorn, geloof ik, meedoet. En ik sta hier bij Hans en die heeft, ja, vertel het zelf maar eens. Hans heeft in deze toren een beschermengel gebouwd. Ik vind dat als je de toren hebt, dan moet er wel iets in staan die affiniteit heeft met de toren. Ja. Vroeger was dit een soort verdedigingstoren, was onder andere een verdedigingstoren. Er werd uitgekeken naar de troepen die belaagd werden, losser. En ik denk, ja, daar moet ik wel toch iets inbouwen wat dan toch een soort bescherming heeft. Ja. En dus de omgeving zag, dat ik, nou, wat kan hier staan? Ik denk, ik maak een engel. Ja. Oh, het ziet er mooi uit. Allemaal natuurdingetjes. Ja, ik doe meestal een landaard meestal mee. En daar bouw ik meestal van materiaal dat in de omgeving te vinden is. Ja. Maar in een toren kun je natuurlijk niks vinden. Ja. Maar ik vind wel dat het organisch materiaal moet zijn. Het materiaal dat je uit de natuur haalt en dan in elkaar zet. Dus geen kunststof, maar echt organisch materiaal, wat ik ook weer straks terug kan geven aan de natuur. Ja. Als het niks is, of ja, het is vergaan, dan kan het gewoon weer terug. Ja, ik neem dit mee. Ik denk dat ik dit weer meeneem en ik ben zelfs lid van het Loskunstcollectief. Ja. Sinds dinsdag de voorzitter van het Loskunstcollectief. Okay. En dan zet ik dit waarschijnlijk bij de school neer aan de Markenweg. Okay. En dan kan het daar opgaan tot het in elkaar stort. Opgaan in de natuur. Ja. Ja. Oké, okay, Hans, bedankt voor de uitleg. En je staat hier nog met iemand? Ik sta hier met. Ja. Dus dan. Hi. Bert Bos, RTV Losser. Ja. En jouw naam is? Sietske Pelgrim. Oké. Okay. Ja. En jij schildert, zo te zien, want ja. Hangt hier heel veel. Klopt. Ja, ik maak digitaal werk, maar ook schilderijen en een beetje mixed media, bijvoorbeeld van. Op karton, met acryl en met olie. En ja. Ik werk vanuit mijn gevoel, dus alles wat er naar boven komt, dat geen vooropgezet plan nee. Om wat er uitkomt. Ja, ja. En je werkt dus met alle technieken, olie? Ja, acryl, het meeste met acryl, ja, ja. Maar ook oliepastel en meer, ook heel veel digitaal werk. Dan kan ik het vrijste werken voor mijn gevoel. Dus, ja. En je bent hier gasten? Je komt niet uit Losser of wel? Nee, ik kom uit Enschede. Ja. Oké, okay. Ja, nou, dit is wel leuk hier in Losser met de kunstroute. Ja, zeker. Ja? Gasten van buiten, we stonden net bij de oude apotheek. Iemand die is zandsteen, die komt uit Lingen. Nou, zie je daar ook eens een keer wat kunst van. Ja, mooi. Ja? Dus, zeg bedankt voor de uitleg. En gaan we nog even een beetje shotjes maken van jouw beeldjes. Ja, top. Of schilderijen. En adres. Kom maar.
zijn ondertussen met de kunstroute op de Bleek in Losser aangeland. En er staan meestal ook kunstenaars. En dit keer sta ik bij... Karin Gerven. Ja. Ik kom uit Kampen. Oh. En ik ben gevraagd om hier iets te maken. Ja. Is het al leuk, kom je een keer aan de andere kant van Overijssel? Ja, zeker. Ik was hier nog nooit geweest. Dus dat was voor mij nieuw. Ja. En je hebt hier een kunstwerk gemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Nou, je ziet hier een draadinstallatie. Dat is het werk wat ik eigenlijk al meer dan 15 jaar maak. Ja. En ik heb eigenlijk juist gereageerd op de geschiedenis. Omdat de bleek natuurlijk gebruikt werd om was te bleken. Ja, dus ja, precies. Dus ik ben begonnen eigenlijk met een waslijn maken. En ik heb eigenlijk ook cartoon, wat tegenwoordig ook gebleekt is, gebruikt. Om eigenlijk gewoon ook vanuit het water te reageren. Dus je kan het zien als een ruimtelijke tekening. Van lijnen die eigenlijk allemaal dansen in de ruimte. Ja. En het is ook bedoeld dat je er eigenlijk ook gewoon een beetje doorheen loopt, langs loopt. Ja. Echt als een installatiekunst. Ja, in bekijken. Nou, ziet er leuk uit. Kampen, kennen ze daar ook zoiets als kunstroutes? Nou ja, ze hebben daar weg van kunst. Dus dan zijn er allemaal locaties met rode lopers. En dan ga je eigenlijk ook in tuinen, huizen, gaan ze ook allemaal iets maken. Ja, dat is ook een beetje hetzelfde idee, zeg maar. Ja, is net in april daar geweest inderdaad. Okay. Ja. Ja, dat is leuk. Ja. Nou, leuk dat je hier in Losser bent. Ja. Ja, en gaan zo nog even bij jouw collega kijken. Ja. Ja, en nou, je kunt ons terugzien op rtv-losser.nl. We zijn via internet te bekijken en... hoef je niet morgen te doen, komt er ook niet op, denk ik, twee, drie eerst dagen. Eerst monteren. Eerst dan monteren en dan het kun je het gewoon terugzien, blijft erop staan. Ja. Ja? Nou, hartelijk bedankt en succes vandaag en hopelijk blijft het droog. Ja, dankjewel. Dan staan we hier op het middenstuk van de Bleek bij een andere kunstenares en die komt uit? Enschede, Marlies van Grootel. Oké. En wat heb jij hier gemaakt? Ik heb een bloemenzee gemaakt van afvalplastic. Ja. Ik werk veel met tegenstelling tussen wat natuurlijk is, wat gewoon groeit en wat door mensen gemaakt is. Dus ik heb hier eigenlijk een tegenstelling van iets wat heel vergankelijk is en wat snel weggaat. En juist materiaal wat een beetje een probleem is, wat eigenlijk helemaal niet vergaat, heb ik samengevoegd. Dus je hebt eigenlijk een soort van duurzame bloemen. Plastic en chipszakjes zie ik. Ja, en nootjes en alles wat je maar kan eten, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Staat hier voor de eerste keer? Of? Ja, eerste keer voor mij. Ja, ja. Nou, dat is leuk, hè? Allemaal hier vanuit de omgeving en kunstenaars. En, dit is ook een hele leuke locatie. Van, past een bloemzee mooi bij. Ja, het is een fantastische locatie. We zijn vereerd dat we hier mogen exposeren. Ja, ja. Ja. En nou veel bezoekers gaat? Of? Ja, het is heel druk geweest. Het liep echt lekker door. We hebben nu even een rustmoment, maar het gaat zo heel dag loopt het gewoon door. Als het maar droog blijft. Precies, dat hopen wij ook. Ja. Zeg bedankt voor het interview. Graag gedaan. En de uitleg en succes. Dank je wel. Ja? Fijne dag. We zijn ondertussen aangeland aan de Enschedese straat. En dan staan we hier bij de familie. Nou, Anneke en Koen van Breugel. Okay. Anneke Vincentus, zo staat ze in de folder, dat is haar meisjesnaam. Okay. Ja, haar kunstenaarsnaam dus. Ja. Ja, het verschil moet een beetje zijn. Ja, we zijn wel. Ja. En wat kunnen we hier allemaal zien? Nou, we hebben hier een mooie variatie van Anneke's glas en lood ramen. Hele mooie grote acryl en olieverf schilderijen. Modeltekeningen in de kribbes, binnen en buiten. En mijn grafiek, last but not least, ook mijn bewerkte modeltekeningen. Ja, ja. En je maakt ook etsen? Ja, de grafiek is mijn métier eigenlijk. Meestal veel etsen in dubbeldruk in mooie kleuren. Ja, ja. Ja. En die etsen kun je afdrukken weer? De etsplaat maak je eerst weer schoon na een afdruk. Ja. En dan krijg je dus daarna dat je weer een nieuwe kunt maken. Maar je laat nooit oude inkt op de plaat zitten. Alles wordt heel mooi. Mooi schoongemaakt. Ja. Want anders wordt het een grote kletterzooi. Ja, dan kun je oude verf opnieuw. Ja, nou dat werkt niet. Het moet heel, heel, heel clean blijven. Ja. Ja. Nou, gelukkig hebben we tot nu toe nog mooi weer bij. Ja, ik zal u vertellen, we hadden vanmorgen al heel vroeg een gigantische donderbui. Ja. En een enorme plens water. Dus we hebben alle keramiek en de sokkels van Hans Scholten en het half allemaal naar binnen
moeten brengen, de sokkels en de keramiek zachtjes op het gras gelegd en weer opnieuw op moeten bouwen. Ja, ja. En toen konden we de schilderijen natuurlijk ook weer opnieuw opgehangen. Dus het was even hectisch, maar en daarna is het heel erg gezellig druk geworden. Ja. Aanvankelijk een beetje stil, omdat alles zich concentreerde in het centrum natuurlijk. Ja. Maar nu loont het alle moeite die we erin gestoken hebben. Okay. Dus elk jaar is dat wel... ieder jaar zitten we toch gauw met een hoop bezoekers, een man of 140 wel over zo'n hele dag. Ja. Nou ja, daar doe je het ook voor. Ja, dat is leuk. Ja. Nou, bedankt voor het korte interview. Graag gedaan. We gaan je een paar shotjes maken van wat hier allemaal te zien is. Nou, dat is heel fijn dat we in ieder geval in de media, ook in de krant hadden we mooie artikeltjes. En, daar moet je toch een beetje van hebben. En op Facebook zijn we natuurlijk ook telkens aan het delen. Ja. En foto's met plaatsen en van je materiaal en van de gelegenheid waar je exposeert. Hè? Ja, dat is mooi. En veel kunstenaars van buitenlanders zijn er. Ja, we hebben mooi veel gastexposanten. Hè? Ja. En, op de bleek stond er iemand uit Kampen. En, ze komen uit alle windstreken eigenlijk. En dat is nog een hele organisatie. Ja. En we zitten nou niet meer in het bestuur, maar vroeger hebben we ook wel dat allemaal geregeld. Hè? Ja. Ja. En toen was er nog geen internet amper. Nee, dan kun je nou toch een beetje vaker sneller contact leggen en afspraken. Ja, dat gaat nou in de flits, hè. Ja. Gelukkig wel. En wij kunnen gelukkig ook meegaan als ouwetjes natuurlijk. Ja, okay. Ja, dat is ook nog maar de vraag. Ja. Nou, bedankt voor het interview. Ja. En, de dank is geheel aan ons. Veel succes vandaag. Ja, oké, okay, bedankt hè. Ja. We zijn hier aangeland op de Hedenstraat in de Kunstroute en we staan hier op het moment bij... Saskia van Beek. Ja. En wat maak jij voor kunst? Ik ben pottenbakker of keramiste. Ja. En ik maak voornamelijk gebruiksgoed van keramiek. Dus echt dingen die je in de praktijk kunt gebruiken? Schaaltjes, bekers? Theepotten, ja. Kommetjes. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is heel leuk. Nou, we gaan straks even hier naast in de schuur kijken. Er staat ook nog een heel groot object. Is dat ook van jou? Dat is een samenwerkingsding. Project, ja. Tussen John en Quinten Mulder. Okay. Is ook een keramist. En mezelf. Het is een enorme grote pot. Ja. Met als thema de hemel en de hel. John en Quinten Mulder heeft de hemel gemaakt en ik de hel. Ik maak normaal gesproken hele lieve dingetjes. We wilden uit onze comfortzone stappen. Ja. Dus we hebben geswitcht. Even wat anders. Precies. Hoewel de hel wel heel lief is geworden, hoor ik van iedereen. Okay. Dus. Hier in de vijver zien we ook nog libelles of zoiets. Ja, klopt. Het zijn libelles, ja. 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 Nou, een leuke decoratie in een vijver van keramische toestand. Ja, klopt. Ja. En hier op de grond staan dingetjes en dat is van je mede-exploitant? Ja, de dingen die hier op de grond staan, die zijn van Charlie. Ja. En het zijn een landschap, zeg maar, zoals je ze in computerspelletjes ziet. Ja. En daar zijn we mee bezig geweest. Hij is hier ritmisch gaan slaan, waardoor de vormen ontstonden. Ja. En het moet een landschap zijn zoals je dus in een computerspel zou kunnen tegenkomen. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. We zien hier ook nog iets staan. Ja, dat is een tuinbeeld. Wat opgebouwd is uit gedraaide bollen. Het draaien van bollen ben ik heel, heel blij omdat ik dat inmiddels kan. De techniek in de slag. Ja, techniek van pottenbak is echt op een draaischijf heel ingewikkeld. Ja. En een bol is toch wel echt een ja, ben ik heel blij om. Ja. Ze zijn opgebouwd tot een soort totempaal. Ja.
Nou, heel leuke tuindecoratie.